tenslotte zijn er dan nog een aantal mensen die zeggen, meneer, waarom verscheurt u toch altijd de suikerzakjes, spaart u die? Ja, mensen, je gaat op plaats alles sparen, je wordt er hoort hem dol van. En dan zijn er nog wel gekkere collecties te vinden. Zoals bijvoorbeeld mensen die zich specialiseren in het verzamelen van prentbriefkaarten uit het einde der vorige eeuw. En in het algemeen prentbriefkaarten van een kitscherig karakter. Ik mag vragen, dokter Anders H. Polzer, die een van deze verzamelaars is, om hier naartoe te komen. En kan u vertellen dat ook de... dat ook de bekende schilder en tekenaar portrettist Paul Citroen in Den Haag een groot collectioneur is, geloof ik, van deze merkwaardige zaken. Mag ik u eens vragen, meneer Polzer, hoe u ertoe komt om dit soort dingen te verzamelen? Wel, om het heel kort te zeggen, prentbriefkaarten zijn op het ogenblik stukjes papier waarop aan de ene kant een willekeurig ding staat afgebeeld en aan de andere kant een mededeling wordt geschreven of bestemd voor iemand waar dat stukje papier bij terecht komt. Goed, maar vroeger, laten we zeggen een jaar of 100 geleden, om maar vaag te zijn, waren prentbriefkaarten veel meer. Ze waren een soort geïllustreerd overzicht van het leven. Van het leven in de ruimste zin. Je had prentbriefkaarten die gingen over toneel, over scheepsrampen, over grote branden, over stromingen, krijgsgewoel, politieke schandalen, toneel, mode, karikaturen en wat iets meer zijn. Ja. En dat is juist het fascinerende van prentbriefkaarten. Mijn collectie is bescheiden, zeker vergeleken bij die van Paul Citroen. Die heeft een fabuleuze verzameling. En dit is dan nog maar een deel... Kun je er iets van zien? ...van een percentage van een uittreksel van mijn verzameling. We zullen heel kalm beginnen. Dit is een vroege prentbriefkaart van Churchill, bekend staatsman. Bekend staatsman, ja. En nu hebben we hier nog een staatsman, minister Treub, 3 cent... Hoeveel zou die tegenwoordig waard zijn, zo'n sigaar? Hij ziet er vrij vies uit. Ik denk 11 centen, zo. Maar wel wettig gedeponeerd. Ja. Maar dat hebben wij toch niet meer van rookt minister Luns bijvoorbeeld? Dat hebben wij niet. Nee, en het zou toch niet zo'n kwaad idee zijn. Onze ministers zijn hoogstens zelf. Dit is een mooi exemplaar. Want dat is namelijk een portret van Bismarck, samengesteld uit allerlei krijgshaftig Pruisische elementen. Er is bijvoorbeeld een kanon en hier een soort van ziegeszuilen, ja. En optrekkend krijgsvolk. Een vogel. Een adelaar. Heel gek. En zo. Maar dit is nog niet helemaal... Er staat een mooi spreuk bij. Wir Deutsche fürchten Gott, sonst nichts auf der Welt. Dat is mooi gezegd. Ja, dat heeft hij zelf gezegd. Nog meer? Dit is eigenlijk nog grappiger. Die is uit Bangkok. En dat is dus een olifant samengesteld uit apen. En zulke kaarten, ze zijn misschien niet belangrijk, maar gek. Je kunt er erg veel tijd nuttig mee besteden, vind ik. Oh, dit is heel mooi. Dit is de romantiek. Ja, nu vaarwel, zegt hij teer. Morgen zie ik u weer. Dat is heel mooi. Ja, ja. Ja, en oh, hier dit staat, is wie die Pariserien hier een rok raft. En er zijn bovendien nog schittervoorwerpjes op aangebracht. Moet ik bewegen, dat het licht erop valt. Ja. Nou komen we in de echte kitsch. Ja, zo komen we dan geleidelijk aan de zinnenprikkeling toe. Hier hebben we een niet meer hedendaags badkostuum. Ach, zeldzaam zeg. Ja. Zeldzaam. Dat mutsje. Ja. Dit wijkt hier wel wat van af. Dat is trouwens ook wel iets jonger, maar dat vind ik toch ook wel curieus als document. Is dat een brief? Ja, dat is een gewone... Ja, het is een briefkaart. De opbrengst van deze kaart komt geheel ten goede voor het zenden van gedelegeerden naar het Europees Antifascistencongres. Alsjeblieft. Wanneer dat nu geweest is, weet ik niet. Nou, prijs 5 cent. 1930 geweest zijn zo. Ja. Nou, deze kaart, dat is er een die waarvan de guitigheid iedere beschrijving wel tart. Ik weet niet wie die man is. Ik denk een particulier. Want dat is er zo zelf achter. Als de camera daar nog even op kan komen, dat is er zo
door een particulier achtergeplakt. Zo is hij niet verhandeld. Liefderijk huisvlees, mag je dat noemen. Dit is een kaart met een gimmick. Daar heb ik er talrijke van. Maar kiesrecht ik heb voor dames. Hier maar een paar meegebracht. Oh. Wat een gek ding. Ja, ja. Zeldzaam is dit. Dit is een heel uniek exemplaar, neem ik aan. Deze is minstens zo uniek. Even kijken op het deurtje. Oh ja. Oh, een schatkistlijn nog even dat. Hoor. Ja, dat is geweldig. En laten we nu onschuldig eindigen. Deze is uit Mexico. Ja. Ook in waar ik vrij tevreden over ben. Met kleine stuitertjes in de plaats van de oogappels. Het is een hele gekke hobby. Ik hoop dat we nu niet in het vervolg weer overstroomd worden met briefkaarten. Hartelijk dank voor de tonen hiervan en de explicatie. Leuk om eens daar iets over te horen. Er was nog een reden om de heer Polzer hier te vragen. Want onder een schuilnaam die maar iets korter is dan zijn werkelijke naam, Dr. Anders P., heeft hij een grammofoonplaat gemaakt onder de titel Rips Piquet, met daarop een aantal... Nou, scrabreuze, nou, vooral nee. Fin de siècle, chansons waarvan de muziek en de tekst van hemzelf zijn, die hij zelf zingt. Met een afschuwelijke stem, mag ik dat zeggen? Jawel, iedereen weet het nu langzamerhand. Maar met een heel merkwaardig geraffineerd piano-accompagnementje. En ik zou u willen verzoeken om ook hier een van, althans deze liedjes, ten gehore te willen brengen. Op zijn minst genomen zou ik zeggen de commensaal, want dat is wel de bekendste geworden, geloof ik. Ja. Ik moet nog even tussen haakjes opmerken. Ik heb een hele mooie, zuivere stem, maar die gebruik ik nooit, want dat is zonde. Oh. We hebben nou al sinds een maand of 7 een man die in de achterkamer woont. Je kan met commensalen veel beleven, maar zoiets is beslist nog nooit vertoond. Er ligt alweer een juffrouw in het rapportaal die onnatuurlijk om het leven is gekomen. Mijn vader zegt dat heb je van die commensaal. Had jij die stiekem maar nooit in huis genomen? Mijn moeder zegt Marian, het is zo'n keurig nette man. Zo rustig en beleefd en die nooit dat beschadigd heeft. Maar ja, daar ligt die juffrouw in het rapportaal. Nu kun je zeggen wat je wilt, maar zoiets is toch niet normaal. De huur betaalt die stevast alle weken. Toch hadden wij hem liever niet gehad. Bij ons wordt anders niet zo nauw gekeken. Met commensalen heb je altijd wat. Nou ligt er weer een juffrouw in het rapportaal, die op afschuwelijke manier is overleden. Mijn moeder zegt, maak jullie nou niet zo'n schandaal, want iedereen heeft toch zijn eigenaardigheden. Maar vader neemt het niet, hij zegt, dat is de vijfde griet. Wat heb ik aan die gein, dat kost maar zeep en terpentijn. Het is geen gezicht, zo'n juffrouw in het rapportaal. En vrijheid, blijheid daar niet van, maar zoiets is niet meer normaal. Als iemand is een dame wil ontvangen, dan is er in principe geen bezwaar. Maar niemand kan het uiterste verlangen. We maken van ons huis geen abattoir. Er ligt weer net zo'n juffrouw in het rapportaal. En alle mensen komen thuis met rode schoenen. En kwam op het, want de loper wordt zo schraal. Als zij hem elke keer maar weer opnieuw moet boenen. Er wordt in onze buurt al veel gegicheld en gekluurd. Dat krijg je met zo'n vent, al sta je nog zo goed bekend. Hij moet maar weg, al is het een goede commensaal. Zo'n juffrouw hoort in het kanaal en niet bij in zijn triple taal.